In het Noordwestziekenhuis in Alkmaar is kunst te zien van Ron Roem, Theo Lering, Edith Jansen, Martin Blok en Peter Sluiter. Als gepensioneerd grafisch ontwerper is Ron Roem graag bezig met fotografie, schilderen en tekenen. Het portret en het stilleven hebben zijn voorkeur. De schilderijen van Theo Lering uit Heilo zijn vaak absurdistisch of wekken op zijn minst vervreemding op. De thema's lopen sterk uiteen. De sfeer in de schilderijen is meestal melancholisch van toon, maar wekt in de meeste gevallen uiteindelijk een glimlach op. Meer dan 20 jaar geleden besloot Edith Jansen gehoor te geven aan haar behoefte om te creëren. Vanuit deze behoefte groeide bij haar de wens om beelden te maken. In het ziekenhuis is een serie van 21 fabeldieren te zien. Martin Blok is op verschillende manieren creatief. Zowel op het doek als op natuurlijke ondergronden komt zijn werk goed uit de verf. Het werk van Martin is opvallend, kleurrijk, eigentijds en eigenzinnig, waardoor elk werk uniek is. Hij werkt graag experimenteel en gebruikt veel ongebruikelijke elementen en materialen in zijn werk. Peter Sluiter geeft beeldhouw en schilderles. In het ziekenhuis zijn beelden van zijn hand te zien. Zijn inspiratiebron vindt hij in zichzelf. Hij vindt het van belang om rechtstreeks vanuit het gevoel of de emotie te werken, zonder dat er te veel gedachten overheen komen. Dan alleen vindt het beeld zijn voltooiing in de uiterlijke vorm.